Welkom bij onze tutorial voor het bestellen van je eigen labels. De eerste stap is het inloggen op je account. Hiervoor gebruik je je e-mailadres of je viercijferige klantnummer. In dit voorbeeld bestellen we een simpel gegraveerd kunststof label. We hebben enkel tekst nodig en dus kiezen we de automodus. De tool selecteert deze modus automatisch, maar hier kan je hem wijzigen. Hier kan je de kleur kiezen. Bij verschillende materialen krijg je hier andere opties. Kijk dus altijd even wat je hier kan aanpassen. In de Auto Design modus past de tool de afmetingen van je label aan op basis van de ingevulde tekst. Als je aan de linkerkant hoogte en breedte aanvinkt, kan je zelf de afmetingen bepalen. Wanneer je de tekst nu groter wilt maken dan op een bordje zou passen, krijg je een foutmelding te zien. Je kan een extra tekstregel toevoegen met de knop aan de boven- of onderkant van het label. Ook kan je het aantal gaten kiezen. In het voorbeeld kiezen wij 4 gaten. We hebben ook de optie voor een zelfklevend blaadje. Hiervoor vink je dit vakje aan. Je kan met deze knop de vorm van het label aanpassen. De mogelijke vormen zijn afhankelijk van de modus en het materiaal. Als je blij bent met je label, sla je het project op en plaats je de bestelling. Hiervoor klik je op de knop rechtsboven. Je kan je opgeslagen projecten hier vinden. Wij willen meer labels maken, dus we klikken op toevoegen. Het nieuwe label moet van ander materiaal zijn. We kiezen voor gegraveerd metaal. Dit label heeft maar 1 tekstregel nodig, dus we verwijderen de tweede regel en vinken de vakjes voor de afmetingen uit, zodat het label kleiner wordt en netjes onder tekst past. We willen ook een sticker met een QR-code maken. Voor de QR-code klik je hier. Je kan de informatie die je wilt laten scannen zelf invullen. De afmeting van de QR-code kan je aanpassen door te slepen. Het label verandert dan ook van formaat. Dit werkt hetzelfde voor de barcode. We hebben nu de labels af. Je kan hieronder zien dat de labels allemaal in het project zitten. Als je klaar bent om te bestellen, sla je het project op en klik je op naar accessoires en bestellen. Wij gaan nog even verder en zullen labels maken in de vrije ontwerpmodus. We maken een bedrukt plastic label. We willen afbeeldingen toevoegen en zullen hiervoor de vrije ontwerpmodus gebruiken. Je kan de gewenste achtergrond hier kiezen. Er staat een uitleg over de verschillende opties. We kiezen voor geborsteld aluminium. Hier kies je de gewenste achtergrondkleur. Wij gaan voor rood. We beginnen met het aanpassen van de afmetingen van het label en de positie van de tekst. Nu voegen we ons logo toe. Je kan je eigen afbeeldingen hier uploaden. Ze worden dan opgeslagen in je klantaccount, zodat je er altijd bij kan. We voegen ook een afbeelding toe uit onze selectie. We kiezen voor een CE-afbeelding. De vrij ontwerpmodus laat je verschillende vormen toevoegen. Deze kan je verplaatsen en vormen zoals jij wilt. Je kan hem een andere hoek geven en ook de lijndikte aanpassen. Door dit vakje aan te vinken vul je de vorm op. Je kan daarna de kleur naar wens veranderen. Hiervoor kan je een van onze kleuren kiezen of gebruik maken van de RGB-code voor een specifieke kleur. Als je een gat nodig hebt op een andere locatie dan onze standaardgaten, kan je dat hier doen. De vorm wordt nu grijs, maar voor onze productie is het duidelijk dat dit een gat mag worden. Klik op toevoegen om nog een label te maken. We hebben ook schablonen voor wanneer je niet zelf een label compleet wilt ontwerpen. Hier hebben we verschillende mappen gebaseerd op verschillende type labels. In het voorbeeld kiezen we een machineplaat. Nadat je het schabloon hebt gekozen, kan je de kleur aanpassen, informatie veranderen en objecten verplaatsen. Als je blij bent met je labels, kan je ze voor het opslaan het beste even controleren. Scroll naar beneden en check of er geen dubbele labels in zitten. Deze kan je met de knop links verwijderen. Nu zijn we klaar om te bestellen. Klik op opslaan en daarna op naar accessoires en bestellen. Hier kan je accessoires toevoegen. Wij vullen automatisch de aangeraden hoeveelheid in, maar dit kan je natuurlijk aanpassen. Als je klaar bent om te bestellen, ga je verder. Als er iets speciaals is wat onze productie moet weten, kan je dat hier noteren. Controleer of je verzendadres klopt en vul een factuurreferentie in wanneer nodig. Nu ben je klaar om de bestelling te plaatsen. Als de bestelling is geplaatst, ontvang je automatisch een bevestigingsmail. Je krijgt nog een e-mail wanneer we de bestelling gaan produceren.
Voor meer informatie kan je een van onze andere tutorials bekijken of de instructies lezen. Voel je vrij om contact op te nemen per mail of telefoon wanneer je ergens hulp bij nodig hebt.